leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. We beginnen met een gezichtsmaskertje. En deze twee wissel ik meestal af. En volgens mij had ik afgelopen week deze op. Dus vandaag gaan we voor een klein maskertje. Hoe mijn week er precies uit gaat zien, weet ik eigenlijk niet. Maar van wat ik nu denk, is in ieder geval lekker op de self-care tour. Ik heb al ontbeten en zo. En dus gedoucht. Maar ik ga ook even voor een lekker gemberteetje. En ik word zo blij van dit mokje. Het maskertje is er inmiddels af en het setje van H&M is de fit voor vandaag. En nu ga ik, als dit nog goed is, een kipburgertje bakken. Want ik heb nog over van avondeten laatst met augurk en zo. Oh my god, ik heb gewoon verdachten. Ik ook niet. Ja, ging ik maar dansen. We gaan avondeten maken. Ik ben aan het overwinteren, voor mijn gevoel. Ik keer me zo in mezelf. Ik praat ook echt weinig tegen jou. Ik ben echt... Maar wat we wel doen, is goed eten. En daarom hebben we voor het avondeten... gaan we gewoon alles snijden en op een ovenschaal doen. We hebben puntpaprika. We hebben zoete aardappelen. We hebben kipworstjes. Keep them coming. Pastinaak. Cherry tomaatjes. Aubergine. Echt een kleintje. En een mini-uitje. Lekker makkelijk. Dit dus met olie en kruiden de oven in. En dan heb je wel gewoon heel veel groenten binnen. Oké, het lijkt in ieder geval echt heel erg veel. Maar als we nog over hebben, dan is dit denk ik ook heel lekker om te bewaren. En dan gewoon bij rijst of couscous of zo te eten. Wij gaan deze er nog even tussen steken en dan kan het in de oven. Het eten was heel lekker. En ik moet zeggen, die chai van Clipper die ik afgelopen week vlog liet zien en had gekocht. Daar ben ik echt helemaal fan van geworden. En nu gaan Pet en ik Call of Duty spelen. En het gaat bij ons altijd in fases. Soms hebben we bijvoorbeeld ook een Mario Kart fase. Soms dan zijn we series aan het bingen. En dit doen we nu voor het eerst in tijden weer. Maar meestal blijft dat dan hangen. Is ook echt zo'n rare mix van dingen hier in huis. Ik heb nog steeds deze kaars hier staan van de kringloop met Leonie erop. En Comic Sans MS letters. Ach, zo lelijk. En dan hebben we hier een bebloed boek. En mijn mokje die echt super schattig is. Die geurka, ik weet niet. Het is echt een mix van alles. En deze van Lush is echt super lekker. Super handig ook zo ingezoomd. Sleepy, maar ik heb deze ook zelf gekocht. En full size in mijn nachtkastje staan. Want hij ruikt heel lekker naar lavendel. Maar ik weet niet. Daar gaan we. Speciale gelegenheid vandaag. Gezellige pimpelpetjes. Ik ben dus in bad geweest. Ik had van Pet bedbombs van Lush gekregen. Dus ik ging met Leeks of de Leeks erin. En die was echt heel lekker verfrissend. En de glitters zijn volgens mij inmiddels van mijn huid af. Maar hij glitterde dus. En ik heb dit perspakketje binnengekregen. Ik heb mega veel zin. Ik bedoel, dit is toch een droom. Dit wil je. En er zitten dus twee smaken in. Black and white en wafel peanut. Maar ik zit helemaal op de chocoladetour, dus wacht, er zitten ook minis in. Deze ga ik nemen dan. Ik denk dat dat gewoon de normale was, dus nu moet ik alsnog ook deze. Ik had dit vroeger echt vaak mee naar school en ik hoor op de achtergrond trouwens dat de stofzuiger gestopt is. Dus die ga ik even door de rest van het huis ook doen. En dan ga ik lekker verder werken op mijn laptop. Ik heb weer wat leuke events met SME op de planning deze maand. En ik heb volgens mij volgende week ook iets leuks. Maar voor nu is het donker en nat. Waarschijnlijk volgende week trouwens ook. Maar ik ga even lunchen. En Pet die haalt wel eens vaker in de pauze op zijn werk. Van de plantaardige wrap met plantaardige kebab. Dus die heeft voor mij gekocht. Hij was eigenlijk alleen wel tot gisteren houdbaar. Dus je moet even ruiken en kijken en doen. Ik heb deze dus nog nooit gehad. En hij heeft hem voor mij gehaald. Dat vind ik echt heel erg lief. Volgens mij ruikt het gewoon prima. En wat zit er ook weer nog meer allemaal in? Vegan mayo, sla, 12% augurk ook weer, rode ui. Nou, daar gaan we. En dan ga ik ook even een koffietje maken. Ja, dit is goede,
Goeie shit. Ik vind het de laatste tijd een beetje te druk in huis. Zeg maar dat het rommelig begint te ogen. Terwijl het echt super wit is. Maar ik word er een beetje onrustig van. Of tenminste, het helpt me niet met rustiger worden. Maar op een of andere manier dacht ik, misschien kan ik het hier meer gepast maken voor oktober, november. Met een beetje thrillerboeken, fancy boeken. Maar ik denk dat ik beter misschien de boeken weer allemaal om kan draaien. Alleen, dat is ook weer zo saai of zo. En ik had hier net bovenop even een plant gezet. Het was hem ook niet helemaal. Ik ga even puzzelen. Oh, misschien kan die plant iets meer die kant op. Maar het is logisch als die boeken naast de bank staan. Ik ga dit even omwisselen. Ik weet het niet. Misschien moet gewoon of de plant of de boekenplank weg. Maar dan is het daar ook weer zo leeg juist. Ik denk dat het tijd is om binnenkort de kerstboom neer te zetten. Ik denk dat dat de enige oplossing is. Ik heb geen idee. Maar dit is het nu eventjes. 3 stapels boeken. Deze van het krukje afgehaald. En dan rustige boeken bovenop. Dus zeg maar 2 witte en een iconische wel, zwarte. Ik blijf dit een lastig stukje vinden. Het is hier gewoon niet zo groot. De eettafel staat er. Het woonkamergedeelte is hier. Ja. Maar moet er eigenlijk wat in de hoogte? Een wijnrekje of zo? Of is het dan weer te druk? Moeilijk. En dit dan. Ik moet er ook altijd bij zeggen dat dingen er anders uitzien in het echt dan dat het overkomt op beeld. Maar oh, het blijft hier gewoon wel echt heel erg lastig. Het licht was net wat leuker en deze kaars stond aan. Als je het überhaupt kan zien dat het een kaars voor moet stellen. Maar ik ben het eventjes verder gefilmd voor een boekenvideo. En nu, zoals je ziet, heb ik me omgekleed. Dan ga ik even schoenen en een tas hierbij zoeken. En met ik een jas aandoen. Want Bet en ik, hij komt zo thuis. Gaan we door de regen. Even ergens eten met mijn vader. Het is best nat. Kan hier wonen? Waar? 2,5 milli. Nou, ik heb liever. Oh, dit is wel de duurste. Nou, dit is ons nieuwe huis. Hier op de hoek. Dat is ook leuk. Het is echt bizar. Bizar. Waar halen mensen het geld vandaan? Ik drink echt bijna nooit meer alcohol. En mijn alcoholtolerantie is ook echt compleet weg. En ik heb net 2 wijntjes gehad, maar ze bleef dat 2e glas bij schenken. Dat was geen normale hoeveelheid. Ik ga even thee zetten. En Bet en ik die hebben volgens mij zondag koekjes gebakken. We hebben er nog eentje over. We hadden melk chocolate chips, witte chocolate chips en een mix daarvan. En echt, ze zijn zeg maar de dag. We hebben het zondag gemaakt. Toen was het wel oké. Maar vanaf maandag, ik weet niet, zijn ze nog lekkerder. En het is nu dus inmiddels woensdag. Het idee dat mijn wallen echt op mijn knieën hangen. En ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar ik heb mezelf weer klaargemaakt voor vandaag. En ik vind het wel een leuke outfit. Deze trui heb ik dus laatst uit de schuur tevoorschijn getoverd. Van Naked is hij. Misschien dat ik er nog wel heel even met zo'n apparaatje overheen kan. Dat het weer iets gladder oogt. En deze broek wil ik eigenlijk een thermolegging voor. Om hieronder te kunnen dragen. Wat dus een beetje. Als iemand tips heeft voor thermoleggings in verschillende kleuren. Laat het me weten, want ik heb alleen maar zwarte broek. Is van Bershka. Sieraden om. Oh, ik heb zoveel zin in mijn massage morgen. Laatst heb ik trouwens op Instagram gevraagd wat jullie favoriete vrouwen- en unisex parfum zijn. En toen heb ik echt zoveel reacties gehad. En ook de vraag of ik de antwoorden met jullie wil delen. Dus bij deze. Ik heb via Parfumado 3 van jullie favoriete parfums ontvangen. En die ga ik nu voor het eerst ruiken. Mocht je niet bekend zijn met het concept van Parfumado, ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En met mijn code ALLABOUTLENI50 kan je 50% korting op je eerste maand Parfumado krijgen. En dan krijg je dus zo'n superleuke
travel case elke maand in je brievenbus. Hierin zit genoeg om 30 dagen lang 4 sprays per dag mee aan te brengen. En de geuren die ik hier heb, tenminste, ik ga gewoon beginnen met de eerste. Dat is Crystal Noir van Versace. Er komt er ook zo'n kaartje bij waar alle geurnoten op staan. En omdat ik dus verschillende ga ruiken, ga ik het eventjes hierop sprayen. En dan kan ik hierna kiezen welke ik aan wil brengen. Oh, ik vind dit heel erg lekker. Wel echt een vrouwengeur. En ik hou dus ook best wel van unisex geuren. En hij ruikt sexy. Bloemige geurfamilie. Maar je merkt ook wel echt dat er houtachtige tonen in zitten. En dat vind ik wel heel erg lekker. Zeg maar, ik moet echt oppassen dat ik een zoet geur niet te zoet vind. En te aanwezig op die manier. Voor mij mag er dus zeg maar wel wat houtachtigs en een beetje wat stoerders erin zitten. En dat is bij deze wel. Hij is echt zeg maar heel fris en bloemig en heel stoer tegelijkertijd. Wel meer een geur die ik 's avonds zou dragen. Volgende is Good Girl van Carolina Herrera. Misschien herken je dit flesje wel. Echt iconic. En hierin zitten witte bloemen. Het is ook een zoete geur, maar ook warm en spicy. Dus daar gaan we weer. Wow. Deze doet me ook ver weg een beetje aan 1 Million denken of zo. Meer mijn ding, denk ik. Omdat het dus ook meer de spicy tour opgaat. Maar een geur verandert natuurlijk ook een beetje door de dag heen. En op je huid kan het weer anders ruiken. Maar de volgende, die werd echt het meest genoemd. En ik zat echt te twijfelen, moet ik die wel bestellen? Want iemand zei letterlijk, ik vind dit naar slagroom ruiken. Er zit onder andere vanille in. Misschien kan je het al raden, want hij is echt mega populair. Maar dat is This Is Her van Zadig en Voltaire. Maar er zit dus ook wel een woody ondertoon in. Maar voor de rest is hij heel zoet, bloemig en dus met vanille. Ik vind het heel erg spannend. Ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe die ruikt. Maar ik ga er niet van uit per se dat ik hem heel erg lekker zou vinden. Oh. Dit is niet een geur inderdaad die ik snel voor mezelf zou kopen. Maar soms heb ik wel zin in een zoete geur. En dan is het gewoon fijn dat dit niet meteen zo'n mega hoeveelheid is bij Parfumado. Maar hij is echt minder zoet wel dan ik had verwacht. En dat terwijl hiervan ook heel veel reviews op de Parfumado website staan. En daar ga ik dus altijd tussen kijken. Want als mensen zeggen hij is echt heel zoet, zo lekker zoet. Dan denk ik, niet helemaal mijn ding. Maar ik ga deze dan maar gewoon opsprayen. En kijken hoe deze door de dag heen ontwikkelt. Daar zal ik jullie dan wel van op de hoogte houden. Want ik ben helemaal geïntrigeerd. Dit kan toch niet. Ik ruik het nu wat meer. Op een of andere manier. Van deze geuren is denk ik Good Girl het meest mijn ding. Maar alle drie echt heel lekker. En dus heel chill om in zo'n travel size te kunnen proberen voor €14,95 per maand. En dus met mijn kortingscode, wat ik al zei, €7,50 voor de eerste maand. Link staat in de beschrijving. En via daar kan je ook mijn favoriete geuren zien. Mocht jij nou zoiets hebben van de volgende keer, hopelijk, moet je echt mijn favoriete geur ruiken? Wat is dat dan? Laat het weten in de comments, want dan kan ik dat de volgende keer doen. Maar verbazingwekkend vind ik deze. Oh ja, ze zijn ook niet voor niets natuurlijk populair. Maar smaakverschillen, ik vind ze alle drie echt heel erg lekker. De slaapkamer ruikt echt zo lekker naar die kamers van de Primor. Die cinnamon en kloof en orange volgens mij. En de boodschappen zouden dus vandaag komen. En echt, alles kost gewoon als heel veel moeite, weet je wel. Ik geef mezelf echt om elke poep en scheet en schouderpoep. Dat ik denk, wauw, je hebt je dingen opgeruimd en de vaatwasser gezet. Soms heb je zo'n periode, toch? En dat is oké. Om minder energie te hebben, minder zin te hebben in dingen. En dat is allemaal prima, maar ik had dus echt boodschappen voor de week uitgekozen en besteld. Waarvan ik ook dacht, 2 schouderklopjes misschien. Voor het eerst in maanden bij Picnic besteld. En ze hadden storing of zo. Dus alle bestellingen van vandaag konden niet bezorgd worden. Het kan morgen dus ook niet. Maar on the flip side, het leuke eraan. Nou ja, we zijn weer geld kwijt. Maar net is er eten bezorgd. Ik ga even mijn laptop meenemen, zodat we gewoon lekker wat kunnen kijken tijdens eten. Het ziet er misschien niet uit als de meest spectaculaire sushi ooit. En de tafel lag al meteen onder. Maar dit is van Daily Fresh Dejima. Ik weet nooit hoe je het zegt, maar ik bestel er wel vaker. En ik had echt zin in handrolls, dus één met zalm en eentje met garnaal. Dit is geflambeerde zalm met garnaal erin, als ik me niet vergis. Ik weet het niet precies. Spicy beef hebben we ook. Pet heeft nog een rol. En dit is rainbow dan.
En nog een aantal warme dingen. En Pet heeft nog beef tataki. En we gaan verder met American Horror Story. Ik heb nog één stukje sushi. Maar het is zo eng dat ik het niet durf te eten. Want ik ben bang dat ik in mijn laatste stukje sushi stik. Dit seizoen van American Horror Story vind ik dus best wel eng. Het is altijd maar de vraag waar het over gaat, want elk seizoen is dus anders. Deze gaat een beetje over... Oh, ik heb hem per ongeluk naar blauw gezet. Over zwangerschap en miskramen. En dan denk je, horror story. Maar hij is wel onderweg om een van mijn engste en denk ik meest favoriete seizoenen te worden. Thrillerachtig wel tot nu toe. Maar ik heb mijn geurtje net ook even aan Pet laten ruiken. En hij zei dat hij hem deftig vond ruiken. En spang was trouwens wat je zei. En ik wil nu weer in bed liggen en series bingen. Ik dacht vandaag ook nieuwe chiazaad binnen te krijgen. En nieuwe pindakaas. Want ik eet dat dus echt elke avond met appel. Appel is er dus ook niet. Mijn favoriete avondsnackje. Maar de pindakaas die hadden ze ook alleen maar op voorraad in een kilopot. Dus ik dacht, nou, dat ga ik dan vast ook wel weer ergens voor gebruiken. Want deze kleine potjes gebruik ik zo vaak. En ik doe het gewoon in de vaatwasser. En het gaat helemaal oké. En met dat gezegd ga ik nu dus weer even chia pudding maken. En ik heb hem iets vloeibaarder de laatste tijd. Dus dit is de basis. 3 eetlepels chiazaad. En dan doe ik... Nou, op zijn minst 1 eetlepel cacaopoeder, maar nou ja, iets minder dan 2 eigenlijk. Dan doe ik er wat honing bij. Zo, en dan gaat hier ongeveer iets minder dan 200 milliliter plantaardige melk bij. En ik gebruik dus deze. 4 ingrediënten dus, super makkelijk om te maken. Dan gaat dit overnight de koelkast in en dit is echt mijn favoriete ontbijtje. Je kan er natuurlijk nog fruit bij nemen. Ik vind het ook heel lekker om met van die Alpro mild and creamy vanille te nemen. En het is zo relaxed. Ook al hoeft een ontbijt niet veel moeite te kosten. Maar dat je hierbij echt letterlijk niks hoeft te doen. Het alleen maar uit de koelkast pakken. Lepeltje erin steken. En dan kan je het eten. We zijn in Amsterdam. Voor onze massage. En ik denk dat ik gewoon nu weer op het punt ben dat ik langzaam cadeautips met jullie deel. Van het Parfumado. Dat heb ik vorig jaar aan jou cadeau gedaan, dat zei ik. En massage, dat hebben wij met de kerst cadeau gekregen. Het is nu halverwege november, maar beter later nooit. Maar echt super leuk om een cadeaukaart voor zeg maar zo'n massage iets of een spa of zo cadeau te doen aan iemand. En het is bij het Sarfati Park in Amsterdam. En het is... Nou ja, nu niet keihard aan het regenen, maar net wel. De hele tijd is het in ieder geval aan het regenen. Maar ja, what's new? What's new? Ik ben gewoon comfy en ik moet super nodig plassen, maar we zijn vroeg. Dus we wachten nog even in de auto. Kijk wat we trouwens inmiddels hebben. Hoe leuk. Ik weet niet of deze mega goed zijn, maar ik kan het alsnog even in de beschrijving linken. Want het waait ook niet zo hard nu. Holy shit. Gereset. Ik moet nog even gereset worden, denk ik. Ineens zijn we in de Oriental in Hoofddorp. En dit wil ik echt al zo lang van die enoki paddenstoelen. Ik moet alleen even kijken hoe ik dit thuis kan maken, maar van die... Super skinny. So cute, de Schouwburg. Dit is de buit. Deze heeft Pet in het mandje gedaan. En ik heb heel vaak de kip soepdumplings van de Oriental. Maar die waren er niet. En heel veel dingen die ik normaal lekker vind waren er niet. Dus ik hoop dat deze oké zijn. Ze zijn dus met garnaal. En sorry voor de kinderen. Het zijn niet mijn kinderen. Ik kan het niet zo wel noemen. Garnaal had ik wel zin in. Varkensvlees niet zo, maar ik stond zo lang te twijfelen dat is het geworden. En deze. En dan hebben we allebei Pocky. Van wie denk je dat welke is?
Dit zijn de scheermesjes die ik altijd gebruik. Die heb ik even bij de etels gekocht. Super fijn om weer te hebben. En van Haverhill hebben we de Classic en de Speculoos. En volgens mij is het allemaal vegan. Dus ook vegan cream cheese en zo. Heel erg chill. Dit is de beste. Hij is eten. En hij is eten aan het maken. En ik heb een warmtekussen gekregen. Het is zo lekker. Deze is van de Hema. En hij heeft 3 warmtestanden. En we hebben hem nu voor het eerst aan. Maar het is... Is het lekker? Ik heb hem wel, want ik heb nu een shirt en een hoodie aan. Dus ik heb hem wel zeg maar eronder zo. Ja. Maar het is heel lekker. Ja. Oh, lekker. En hier ben ik trouwens wel blij mee. Oogt wat rustiger. En je kunt altijd nog veranderen. En wat ze trouwens dus nu hebben, zijn hier in wat dingen. En dan daar. Ik ben zo blij dat ik mijn haar niet heb gewassen. Want nou, echt alles werd meegenomen met die massage. En we hadden dus ook olie. Wat naar jasmijn rook. Dus dat zit ook echt helemaal door mijn haar heen. Dat is perfect, want dan ga ik het morgen weer wassen. En het eten was lekker. Boodschapjes. Fijn. Het is zaterdagmiddag en ik moet me vaker laten beïnvloeden door jullie. Want ik heb weer This Is Her op. Ik vind het echt een hele lekkere geur. En gisteren had ik die van Versace op. Die... Nee, Good Girl. Allemaal lekker. Ik heb een pumpkin spice latte. We zijn aan het wassen vandaag. En nu ga ik van Gilmore Girls seizoen 3. De seizoensfinale kijken. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik vind het echt zo'n leuke serie. En zo lekker dat het echt per seizoen 22 afleveringen heeft of zo. Volgens mij zijn het 7 seizoenen. En veel series hebben dat nu gewoon niet. En dat kan ik ook waarderen. Want hoeveel moeite er dan in afleveringen zit en zo. Maar dit is echt lekker om te bingen. En ik heb een van mijn supplementen ingenomen. Laten we dat ook niet vergeten. Helemaal zeg maar... Nou ja, je moet lekker innemen wat jij in moet nemen. Maar misschien even eraan denken of vitamine D iets is voor je. Het is echt handschoenen weer, tenminste. Koude wind. Maar dit is zo lekker. Ik ben zo blij om dicht bij het strand te wonen. Maar ik weet niet of ik dat ooit gezegd heb. Dat zeg maar toen ik geboren werd. En dat huis waar ik 7 jaar dus gewoond heb. Dat was op de 10e verdieping van echt een hoge flat. En toen konden we dus aan de ene kant het strand zien. Ik weet niet eens of jullie me kunnen horen, maar het was meer die kant op in Amuiden. En dit is Bloemendaal, waar alle strandtenten zijn weg. Kijk hoe mooi deze zonnestralen zijn. Het is toch niet normaal. Dit is echt geweldig en het was heerlijk even op het strand. En nu is het tijd voor het avondeten. En we gaan de plantaardige kipkrokantie van Vivera even in de airfryer bereiden. Dat doen we vaak in de pan, maar het gaat niet altijd goed met die panering, zeg maar. En ik denk dat het wel goed moet komen, dat het dan lekker krokant blijft. Het is een recept van Picnic, waarvan we dus niet de boodschap binnen hadden gekregen. Maar het is eigenlijk gewoon een wrap met ijsbergsla, komkommer, tomaat en die schnitzel. En dan een soort honingmosterd, of een honing... Mosterd? Mayonaise? Honing mosterd saus. Dus dat is volgens mij wel met mayo. Easy, maar lekker. Ik hoor net dat het mijn duty is om die saus te maken. Dus daar moet een leuk bakje bij. Deze dan. Vind ik niet zo heel leuk eigenlijk. Maar die zijn van de kinderen. Dit ga ik erin doen. Peperzout, honing, mosterd, deze mayo, witte wijnazijn. En een beetje water om het wat meer vloeibaar te maken. Het was heel erg lekker en dus heel erg simpel. Doet me een beetje denken aan die wraps van de Mac. En nu ga ik verder filmen voor een boekenvideo. Met de kaars er nog bij. Zolang die blijft branden. Een theetje erbij. Zo lief. De chai, uiteraard. En die leuke mok van de Flying Tiger. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Love you. Ik hoop dat je het leuk vond. Als het niet zo chill met je gaat, ik denk... Ik kan best wel intern die druk ervaren van, maar doe dingen die goed voor je zijn. Ga eruit en je moet dit en je moet zus en je moet zo. Terwijl ik moet ook echt leren en iedereens
kijk erop is anders en grenzen. Dus misschien denken mensen überhaupt van, Leo, jouw leven ziet er rustiger uit dan die van mij. Ik film natuurlijk ook niet alles, maar ja, doe wat goed voelt voor je. En ik vind het wel heel fijn om video's te blijven maken. Dus, we're in this together, of niet. Trouwens, die paraplu zal ik dus even linken. Als er nog meer is, let me know. En hopelijk zie ik snel bij de volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!